Dames en heren, het is zover. De ontknoping van het eerste seizoen van F1 High Team Career Mode. Hoe gaat Rosterbroodje Racing dit seizoen eindigen? In de stand staan wij 5 punten achter Pierre Gasly. Dat had minder kunnen zijn, maar vorige race, jullie hebben het kunnen zien, vielen we natuurlijk uit. Anders hadden we nu gewoon nog boven gestaan. En mede daardoor staan we nu ook 1 puntje achter Alfa Tauri. Dus we gaan ons vandaag vooral focussen op Tsunoda en Gasly in de hoop dat Alonso ook nog eens op punt kan pakken. Als hij heel lijp doet, kan hij nog over Vettel heen. Ik denk dat dat niet gaat lukken, maar goed. Verder bovenin natuurlijk ook die spanning en sensatie. Max Verstappen kan wereldkampioen worden in Abu Dhabi. Waar heb ik dat eerder gehoord? Maar dan moet hij wel eerst even afrekenen met Lewis Hamilton. Het enige verschil is, hij staat nu 25 punten voor. Dus Hamilton kan alleen maar winnen als hij eerste wordt en de snelste raceronde rijdt. En dan moet Verstappen uitvallen. Zodra Verstappen een puntje pakt, kan het al niet. Want hij heeft meer overwinningen dan dat Hamilton heeft. Daarom zou hij bij een gelijke stand wereldkampioen worden. Het enige ding wel is, Verstappen heeft nog geen 1 DNF achter zijn naam. Ik zie het zomaar gebeuren deze game. Het zou heel ziek zijn, het kan dus nog allemaal. Er is vorige keer een onderdeel mislukt. Maar die kunnen we nu met 0% faalkans alsnog op de auto krijgen. Het is een grote ontwikkeling en hij gaat zeker lukken. Dus dat is lekker, die zetten we vast aan. Moet ik hem haasten? Dan bestaat er een kans dat hij klaar is, maar wel 44% faalkans. Dus laten we er niet van uitgaan, maar ik heb genoeg resource points. Dus laten we het gewoon doen. Oh, en hier kan ik nog 1250 resource points extra krijgen. Nou, dan is het helemaal goed. Nou, dan de eerste upgrade. Die is binnen aan het motorblokje. Dat is hartstikke lekker, want die kunnen we goed gebruiken. De ECU. Ja, we kunnen nog wat ERS verhogen. 39% faalkans. We gaan gewoon al het risico nemen richting die laatste race. Om nog even te pompen. Nou, dan gaan we al die dingen doen. De krukas komt de eerste binnen. Oh, eerste evenementje. De focus of de ervaring omhoog. Ervaring heeft hij al maximaal, dus we gaan voor de focus omhoog bij Alonso. Dan nu die krukas. Komt die binnen? Nee, die mislukt. Dat is jammer. Dat is jammer. Krijgen we dan nog op tijd voor elkaar om dit nog te fixen? Dat is het motorvermogen. Dat zou lekker zijn. Halen we. Halen we. Dan gaat die upgrade dus mee. We zijn goed gestegen qua engine power. Want dan waren we echt laatste op een gegeven moment of zo, toch? We zijn nu gewoon middenmoot. Dat is goed. Oké, okay, MGUK. Mislukt ook. Ah, dit is niet heel lekker. Ik wacht nog even 1 dag. Oh mijn god. Dit is die gehaaste upgrade. Aan de ERS. Die is dus binnen. Die is binnen. In het zakkie. Kat in bakkie. Verbetert het ERS-systeem. De ontwikkeling aan de MGUK. Dat kunnen we niet meer op tijd voor Abu Dhabi afkrijgen. Dus daar ga ik nu mijn resource points even niet aan verspillen. Vraag is, krijgen we nog de 2 komende upgrades binnen? Het antwoord is ja en nee. De DRS mislukt. Die kunnen we dan ook niet meer op tijd voor Abu Dhabi binnenkrijgen. Maar die upgrade aan de achtervleugel is wel gelukt. En die moeten we dan meteen ook even veilig stellen voor volgend seizoen. Anders hebben we er niks aan. Dan zijn we hem na deze race weer kwijt. Goed. Dan hebben we nog die upgrade aan de krukas, maar daar is 0% faalkans, dus die gaat zeker binnenkomen. Rail omhoog drijven, want die aandrijflijn blijft belangrijk voor ons. En hier is die upgrade aan de krukas dan binnen, want die kon niet fout gaan. En dan is het tijd voor de Grand Prix van Abu Dhabi en ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. Ronde 21 van de 21. En wat hebben wij veel upgrades meegenomen? Dit moet nog even een laatste push zijn. Kijk eens, bam, daar zijn we! Oh mijn god, we zijn over Ferrari heen. Wat? Je kunt gewoon niet zien hoe dicht we op elkaar staan. We zijn nu gewoon een topteam. We zijn samen met Red Bull, Mercedes, McLaren en Ferrari. Zijn we met 5 teams 1 puntje. En daaronder heb je Alpine, Alfa Tauri, Aston Martin en Alfa Romeo ook 1 puntje. En Williams ook nog. En Williams ook nog. Alleen Haas valt echt buiten de boot. Oh, dit zou echt ziek zijn als je dit in het echt ook krijgt, joh. 5 teams die strijden om de kop. Dan 5 teams wat allemaal eigenlijk het middenveld is. Ja, en aangezien we hier 11 teams hebben, valt Haas al buiten de boot. Maar ja, dat is waarschijnlijk in het echte seizoen straks ook. Deze spanning is bizar. Check hoe dicht dit bij elkaar staat. We gaan zien wat we ermee kunnen in Abu Dhabi. Let's go! Voor de laatste keer dit seizoen worden de resource pointjes verdiend met de trainingen. We gaan echt richting de 4K. Dus we kunnen volgend seizoen gelijk starten met goede ontwikkelingen maken aan onze 2022 auto. Als je ook nog ziet dat we wat kortingen hebben vrijgespeeld. Natuurlijk, zoals altijd. En dan gaan we vervolgens de kwalificatie in. We beginnen in Q1 en Abu Dhabi. Het is mooi. Natuurlijk, op de game rijden we nog een ander circuit dan in het echt. Er zit hier namelijk nog een chicane. In het echt gaan we hier rechtdoor. En dan vervolgens een hairpin. Daar heeft ene Max Verstappen wel eens Lewis Hamilton in een laatste bocht. In een laatste ronde ingehaald. Zullen we het verder vandaag niet heel veel verwijzingen naar maken natuurlijk. Natuurlijk wel. Verder
zijn er in Sector 3 ook wat aanpassingen geweest die dus in de game nog niet zitten. Als je ziet dat wij hier onze eerste ronde neerzetten, niet echt een hele denderende tijd. Je ziet ook eigenlijk dat we, je moet altijd gewoon even een rondje zetten. Dan kun je daarna daarvoor aimen. Ik maakte wat foutjes. Ik was ook echt, niet heel agressief. Want je ziet eigenlijk dat ik gelijk al heel wat tijd weet te winnen ten opzichte van die eerste ronde. En dat mijn delta flink omhoog gaat. En dat ik flink aan het verbeteren ben ten opzichte van die eerste ronde. Natuurlijk is het maar een eerste run. Maar omdat we inmiddels wel een dusdanige goede auto hebben, heb ik ook zoiets van, ja, misschien heb je aan één run wel gewoon genoeg in Q1. En op zich is dat lekker. Want dat betekent dat je setje banden kan uitsparen voor ofwel Q2 of Q3. Dat je een extra run kan doen. Ofwel voor de race. Nou durf ik niet te zeggen of elk setje banden zomaar mee mag naar de race. Hoe dat precies in zijn werk gaat, weet ik eigenlijk niet. Maar het klinkt wel heel stoer, dus ik zeg het gewoon. Als we hier onze tijd met bijna 1,4 seconden verbeteren, denk ik ook van, dit is wel voldoende. Ik hoef geen tweede run te doen. Ik bespaar dat setje banden. En je ziet ook uiteindelijk dat we doorgaan. Weliswaar als 14e, maar ja, dat is meer dan genoeg. Niet zo goed als Alonso. Alonso echt on fire hier in Q1. Maar we zijn door naar Q2. En dat is waar het uiteindelijk om draait. Dan begint Q2 met wat probleempjes. Dat scheelt even 1,5 minuut dat ik geen tijd kan neerzetten. Op zich maakt het niet heel veel uit. Ik besloot wel een eerste run te doen op de mediums. Waarom weet ik eigenlijk nog steeds niet. Want het was echt een kansloze missie. Ik reed in 1.36.2. Seconden langzamer dan Q1. Ik moet ook wel zeggen, het ging hier ook nog eens even bijna fout. Dat helpt dan ook niet mee. Maar uiteindelijk switchen we natuurlijk naar de softbanden. En gaan we volle bak voor een verbetering van onze tijd. Als je ziet dat we eigenlijk gelijk in die eerste bocht al 1,5 tiende te pakken hebben. Maar kijk dan weer op de minimap. Iedereen komt nu naar buiten en je weet hoe het gaat in deze game. Ze weigeren gewoon aan de kant te gaan. Kijk, what the fuck is dit? Het gaat echt maar net goed of ik rijd Tsunoda. Ja, ik rijd mijn auto hier gewoon in de prak. En dan start je als 16e waarschijnlijk. We moeten onze ronde afbreken. En hebben dan uiteindelijk dus maar 1 kans om die ronde neer te zetten. En dat is een beetje, dat is altijd een beetje rot, weet je wel. Want je moet wel een tijd neerzetten. Je weet, als ik enigszins op safe rij, dan zit een P12, 13 er wel in, weet je wel. Want je kunt niet helemaal op de limiet. Want stel, je gaat over de tracklimit heen en je tijd wordt afgepakt. Dan betekent dat je als 16e start waarschijnlijk. Dus dan kun je beter iets voorzichtiger doen en 12e worden. Dan alles geven en misschien wel 16e worden, bij wijze van spreken. Dus je merkt toch dat je dan net even inhoudt wat je net 1, 2, 10e uiteindelijk kan scalen. En dat komt dus eigenlijk omdat ik enerzijds op de mediums eerst een run deed. Wat echt, ja, uiteindelijk kansloos was. En vervolgens dus vol in de weg werd gezeten door, ja, onder andere Tsunoda. Maar al was die aan de kant gegaan, reden er nog 5 auto's in de weg daarna. Omdat je op deze Kaulo game dus auto's niet aan de kant gaan als jij op een qualifying lap zit en zij op een out lap. Maar goed, dat hebben we inmiddels al heel vaak gezien. Ik probeer dat altijd goed te timen, maar het gaat eigenlijk over het algemeen bijna altijd mis. Als je dan vervolgens ook ziet dat de delta wordt teruggerekend, niet naar mijn medium run. Maar na die ronde ertussenin die ik heb moeten afbreken, waardoor ik 26 seconden sneller ben. Nou, wat ontzettend knap. Uiteindelijk is het dan maar de vraag, is dit goed genoeg voor Q3? Ja of nee? De vlag is inmiddels gevallen. Als wij gaan voor een 1.35.2, een tiende sneller dan onze tijd in Q1. Dus op zich, ten opzichte van dat is het wel een verbetering. Maar helaas een tiende tekort om door te gaan naar Q3. We eindigen als 11e. Je ziet Alonso wel als 9e. Heel knap. Hij door naar Q3. En Sergio Perez als enige gekwalificeerd op de mediums. Het is tijd voor het laatste hoofdstuk van het seizoen. Hier op het spectaculaire Yas Marina circuit. Het is een race waarin de polezitter niet is gefinished in 3 van de eerste 4 evenementen. Een start vanaf de eerste rij is hier geenszins een garantie voor de zegen. We begeven ons nog een laatste keer in de strijd met de Grand Prix van Abu Dhabi. Ja, dan is het weer de vraag, wat doen we met de strategie? Eigenlijk zie je wel een 2-stop, dat moet hier eigenlijk wel. Dan is de vraag soft, soft, medium of soft, medium, medium. Dat is een beetje de afweging. Ik ga van soft, soft, medium, maar je kent me. Ik wil graag dan beginnen op de hardste band en daarna eindigen op de zachtste band. Dus het wordt niet soft, soft, medium, maar medium, medium, soft. Je ziet dus, zogezegd, Perez als enige gekwalificeerd op de mediums in de top 10. Dus die is als enige, die start ook op de mediums. En de rest is het een beetje wisselvallig. De ene op de softs, de andere op de mediums. Als wij inmiddels zien dat de 5 rode lampen uit zijn en we hebben een slechte start op die mediums. Ik heb daar wel vaker last van en meteen zit Giovinazzi al naast ons. En Russell is ons ook nog eens voorbij, dus we verliezen daar 2 plekken. Pakken Giovinazzi gelukkig in de exit van bocht 1 al meteen weer terug. Maar ja, al met al verliezen we 1 plek. En ook met teamgenootje Alonso, die als 9e starter verliest 1 plek aan diezelfde George Russell. Russell had een
berenstart. Maar als we dan in de herhaling kijken, kijk rechts in beeld. Een sikke divebomb heeft ook wat contact met Giovinazzi. Wat daar precies allemaal gebeurde, weet ik niet. Door dat contact van Giovinazzi weet ik hem wel weer terug te pakken. Dus dat levert ons dan wel weer een positie op. Maar ja, wat daar gebeurde, best wel lomp gewoon. Eigenlijk dingen die ik normaal doe. Maar goed, de computer doet het tegenwoordig ook. Dat is leuk om te zien. Als je dan ziet dat in die chicane er een soort treintje ontstaat. Ik de binnenkant pak van Sergio Perez en dus wel weer gelijk opschuif een positietje omhoog. Hier die start van George Russell vanaf P nummer 14. Is gelijk al naar 13. Is hier gelijk al door naar 10. En duwt hem hier ook nog eens langs Alonso. Het handje was even uit de cockpit, maar hij wint 5 plekken bij de start. En als je dan meekijkt vanaf de auto van Giovinazzi, zie je eigenlijk dat die maakt een rare stuurbeweging naar links en komt dan vol in contact met Russell, die daar een sikke divebomb doet. Natuurlijk op de softband, waar heel veel anderen op de medium starten. En voor Giovinazzi gelijk al pech, want hij moet naar binnen een nieuwe voorvleugel halen, want die was helemaal naar de tering. Natuurlijk zou je dan zeggen, race over. Hoeft niet per se, de race is nog lang. Kan nog veel gebeuren met safety cars, et cetera. Maar Giovinazzi moet wel helemaal achteraan aansluiten. Als je ziet dat wij er dus voorbij zijn aan Sergio Perez, die ook op de medium startte. En wij dus uiteindelijk op dezelfde positie blijven als waar we starten. We verliezen in eerste instantie even 2 posities, pakken daarna wel weer 2 terug. En de vraag is nu, hoe gaat die race zich ontwikkelen? Russell had natuurlijk die berenstart met die divebomb, maar uiteindelijk rijdt hij wel in een Williams. Dus je ziet dat hij een beetje de boel ophoudt. Alonso zit een beetje klem achter hem en uiteindelijk in rondje 4 weet mijn teamgenoot hem aan te vallen. En proberen natuurlijk voorbij te gaan hier op dat lange rechte stuk richting eigenlijk de tweede chicane van de circuit, bocht 8 en 9. Zit hij aan de binnenkant van George Russell, is er wat contact. En dan uiteindelijk heb ik hier DRS en een vele betere exit, omdat zij natuurlijk met elkaar aan het battelen zijn. Ik kan wel die goede exit rijden en ik pak beide mannen gewoon in één keer. We hebben hier nog die soort dubbele chicane zitten. Ik laat overigens wat ruimte aan de binnenkant. En dan zijn we er uiteindelijk voorbij. Die dubbele chicane is er overigens in het echt uit. Maar in de game zit hij er dus ook nog in. Dus een heel ander circuit dan waar wij Verstappen wereldkampioen hebben zien worden. Als we nog een keer meekijken met dat gevecht tussen eigenlijk in eerste instantie Alonso en Russell. En waar er 2 vechten om een been, gaat een derde ermee heen. Ja, natuurlijk. Ik kan eigenlijk profiteren van hun onderlinge problemen. Je ziet ook nog bijna dat Russell uitspint, omdat hij daar op een plek komt waar hij niet wil zitten. Zullen we nog even meekijken over de voorvleugel van mijn teamgenoot. Zie je wel dat daar heel licht wat contact is. In de animatie is niet te zien dat er schade is, maar uiteindelijk merk je wel dat Alonso daar problemen van vindt. Als je hier ziet dat Russell echt over die curbstone heen stuitert, waar je echt bijna niet omheen kan. Dat is echt een zieke heuvel. En Alonso moet dan naar binnen en dat is best wel pijnlijk. Moet zijn voorvleugel laten vervangen. In principe niet heel erg, want het is rondje 5 en medium soft is ook een strategie. En op zich zou Alonso die wel gewoon kunnen rijden, dus dan verliest hij hier natuurlijk wel gewoon een seconde of, wat zou het zijn, 6 aan het wisselen van zijn voorvleugel. Maar hij hoeft er in ieder geval geen extra pitstop voor te maken, wat dan wel weer iets positiefs is. Als wij inmiddels een beetje in het niets komen te zitten, voor mij zie je wel dat Gasly aan het vechten is met een Sainz en dat Leclerc daar zit. Achter mij is Russell aan het vechten met Tsunoda. En dat is natuurlijk ook allemaal wel relevant voor mij, voor zowel de coureurs als de constructeurstand. Daarover gesproken, Max Verstappen leidt de Grand Prix en gaat gewoon richting die wereldtitel. Gaat ook als allereerste naar binnen, wordt dus niet geundercut door mensen achter hem, et cetera. En pakt hier als allereerste zijn pitstop, wel een vroege pitstop moet ik zeggen. Dus die gaat zeker geen soft medium doen. Die gaat voor soft medium, dat kun je eigenlijk nu wel zeggen. Je ziet ook medium bandjes worden erop geschroefd. Achter hem komen er meer mensen binnen, waaronder een Carlos Sainz, waaronder een Lewis Hamilton die hem meteen volgt. En voor mij heel interessant, want hij zat nog voor me, Pierre Gasly. Natuurlijk de man waarmee ik een direct duel heb om de plek in het wereldkampioenschap. En je ziet dat hij zijn voorvleugel moet vervangen. Dus hij heeft, net zoals mijn teamgenoot, ergens een probleempje gehad. En dit is goed nieuws voor mij, want dat betekent dat hij 6 seconden verliest. Dat is altijd mooi meegenomen. Ik moet gewoon voor hem eindigen. En dan ben ik wel zo goed als zeker hem voorbij. Misschien 1 of 2 plekjes extra zou ook lekker zijn. Maar goed, dit is in ieder geval positief nieuws. Als wij inmiddels nog gewoon door kunnen trekken, natuurlijk halen we heel wat mensen in. Aangezien zij dus een pitstop maken en ik nog lang buiten kan blijven. Je ziet overigens Verstappen, die komt echt midden in verkeer terecht. Komt hier achter Kimi Räikkönen terecht. Probeert hem gelijk aan te vallen. Maar hier in deze chicane, bocht 5 en 6 is dat,
is het niet echt makkelijk mogelijk. Voorin zien we een mooi gevecht tussen Bottas en de twee McLarens. Lando Norris is hier Bottas voorbij en ook hier weer problemen. Want je ziet beide mannen komen binnen voor een pitstop en ook Valtteri Bottas krijgt een nieuwe voorvleugel. En zo zijn er gelijk al best veel teams met problemen met voorvleugels. Je ziet overigens verschillende strategieën. Sommigen gaan van de soft naar de soft, zoals bijvoorbeeld ook Leclerc. Sommigen gaan van de soft naar de mediums. Dus er zijn allerlei verschillende strategieën weer mogelijk. Als we meekijken over de voorvleugel van Max Verstappen inmiddels, die natuurlijk net zijn pitstop heeft gemaakt, daar achter Raikkonen terecht kwam, hier wat contact heeft en een drama voor de Nederlander. Hij moet na één rondje te hebben gereden op deze medium banden weer een pitstop maken, nieuwe voorvleugel halen en komt dus eigenlijk helemaal achteraan het veld weer terecht. Want ja, twee pitstops, daar verlies je zo ontzettend veel tijd mee. En in de tussentijd is Lewis Hamilton rustig bezig aan een inhaalslag. Gaat hij voorbij aan Nicolas Latifi, die nog geen stop heeft gemaakt. Hij kwam natuurlijk ook in verkeer terecht. Maar in tegenstelling tot Max Verstappen, die zijn voorvleugel verliest, gaat het bij Hamilton wel goed. Hij doet het gewoon netjes en clean. Mooie inhaalactie op een plek waar je het eigenlijk niet echt helemaal aan ziet komen. Niet helemaal verwacht. Bocht 2-3. Maar hij is hem voorbij. En wat we wel al kunnen stellen is dat de voorvleugels een groot probleem zijn in deze race. Als je ziet dat ik inmiddels tweede rij achter Lando Norris. En aangezien ik op dit moment de voorste medium runner ben, weet ik zeker dat ik zometeen, wel gezegd nu, aan de leiding kom van deze Grand Prix. Alle mannen op soft zijn naar binnen geweest. Norris is de laatste. Doet dat dus in rondje 10. Gaat van de soft naar de soft. En lijkt dus voor de soft-soft-medium strategie te gaan. Eigenlijk hetzelfde als ik. Alleen dan in een andere volgorde. En andere mannen dus voor de soft-medium-medium. Dat zijn een beetje de verschillen die we nu zien. Als we hier weer zien dat Max Verstappen nu aan het vechten is met Yuki Tsunoda. Eigenlijk van ongeveer, niet hetzelfde team, maar natuurlijk wel het opleidingsteam van Red Bull. Maar kijk naar de linkerkant van de voorvleugel van Max Verstappen. Van de nieuwe voorvleugel van Max Verstappen. Hij verliest wederom een wing end plate en moet wederom een pitstop maken. En krijgt dus nu al zijn derde voorvleugel onder zijn Red Bull geschroefd. En je weet eigenlijk zeker, die gaat geen punten meer pakken. In ander nieuws, Lewis Hamilton is bezig aan een lekkere inhaalactie. Gaat hier Sebastian Vettel voorbij. En schuift inmiddels op naar eigenlijk de leiding in de wedstrijd. Want ik ben de enige die nog voor hem rijdt. Als we overigens niks gek zien, Mazepin spint. Maar dat boeit niet. Dat zijn we eigenlijk wel gewend. Maar Lewis gaat eigenlijk naar de leiding in de wedstrijd. Ik rijd er dan weliswaar nog voor, samen met Perez. Maar wij moeten nog een pitstop maken, aangezien wij op de mediums rijden. Perez is dan inmiddels naar binnen. En ik ben dus nu aan de leiding, gevolgd door Hamilton. Hamilton moet natuurlijk winnen en de snelste racerondes rijden. En Max mag geen punt halen om wereldkampioen te worden. Op dit moment rijdt Hamilton aan de leiding. Hij heeft weliswaar niet de snelste raceronde. En Max rijdt laatste. Aangezien hij al 3 pitstops heeft gemaakt, al 2 nieuwe voorvleugels heeft gekregen, die gaat geen punten pakken vandaag. Dat is nu al een kansloos verhaal. Dus zomaar is het weer allemaal mogelijk voor Lewis Hamilton. En kan hij zomaar eens opgaan voor die 8e wereldtitel. Als je hier ziet dat mijn pitstop gemaakt wordt. Ik ga dus van de medium naar de soft. En als we dan uiteindelijk kijken waar we terechtkomen, dan is dat zomaar op plekje nummer 6. En dan denk je, hoe kan dat dan? Want voor de pitstops reed je nog, wat was het? 10e. Maar we zijn zowel Leclerc, Ricciardo als Verstappen, als mijn teamgenoot Alonso voorbij. Ze hadden alle 4 voorvleugelschade. Van Verstappen heb ik het natuurlijk 2 keer laten zien, dus dat weten we allemaal. Maar Leclerc en Ricciardo hebben dezelfde problemen gehad. Ook voorvleugelschade. Van Alonso hebben we het natuurlijk ook gezien. Hij komt net achter ons terecht. Dus dat is goed uitgetimed. We zitten weliswaar nog achter Gasly. En dan denk je, die had toch ook voorvleugelschade. Maar ja, die heeft me natuurlijk ook ziek geundercut. Maar Gasly rijdt nu op de mediums, terwijl dat wij net op de mediums reden toen hij de soft zat. Dus nu hebben wij juist het bandenvoordeel. Dus het is op zich wel logisch dat we achter Gasly terechtkomen. Want hij had wel gewoon al die tijd een bandenvoordeel en hij heeft muziek geundercut. Dus hij heeft weliswaar 6 seconden verloren omdat hij een nieuwe voorvleugel moest halen. Maar die heeft hij ook weer terugverdiend door die andere redenen. Maar inmiddels komen wij natuurlijk lekker op die softs en nu is het een soort hammer time wil ik zeggen. Maar dat is voor Lewis Hamilton. Maar nu kunnen wij gaan stampen. Als je ook de verschillen ziet op de delta's, hoe snel het gaat en hoeveel tijd ik telkens goed maak richting Pierre Gasly. We gaan nu ook paars in sector 1. Aangezien wij een van de weinigen zijn die nu juist op de softs rijden. De meeste mensen nu op de mediums. We kunnen gewoon alles geven, volle bak stampen. En komen we nu binnen DRS afstand van Gasly. En dat is chill, want vanaf nu kunnen we dus even
onze batterij gaan besparen, even volle bak opladen. We gaan twee keer paars en zowel sector 1 als in sector 2. En hier in sector 3, waar we eigenlijk wel iets minder zijn, kunnen we nu gewoon lekker Gasly volgen. Natuurlijk hebben we wel last van wat vuile lucht, dus een beetje afstand nemen kan geen kwaad. Maar wat ik merkte is dat vooral sector 2, wat eigenlijk vooral twee lange rechte stukken zijn en natuurlijk die chicane, daar waren we gewoon ontzettend goed. Ik denk dat dat mede door de afstelling van de auto komt. Sector 3 waren we wat minder, wat dan ook gelijk weer door de auto komt, de afstelling, aangezien sector 3 juist heel bochtig en traag deel is en sector 2 juist lange rechte stukken. Had ik misschien mijn voorvleugel iets anders moeten afstellen, maar uiteindelijk voor inhalen is het wel lekker als wij hier de snelste raceronde klokken. En ondertussen, terwijl dat dit allemaal gebeurt, is Norris aan het vechten met Lewis Hamilton. En dit is natuurlijk super interessant voor de strijd om de wereldtitel, want Hamilton moet hem winnen, moet de snelste raceronde rijden en dan mag Verstappen geen punt halen. Dan alleen is hij wereldkampioen. Dat Verstappen geen punten gaat halen, dat weten we zeker. Maar dat Hamilton eerste gaat worden, dat is zomaar een vraagteken geworden als we zien dat Lando Norris hem nu voorbij is. In diezelfde ronde sluiten wij aan bij Pierre Gasly. Natuurlijk waren we dat al, maar nu echt definitief. DRS, batterij, softband tegen een mediumband. En ondanks dat we dik achter hem de pitstraat uitkwamen, hebben we nu zoveel voordeel van onze banden dat we hier in die dubbele chicaan de inhaalactie uiteindelijk kunnen slagen en Gasly voorbij gaan en opschuiven naar plekje nummer 5. Mede door alle problemen om me heen is dat mogelijk. Natuurlijk heeft Bottas ook nog eens superveel tijd verloren, want hij heeft ook een nieuwe voorvleugel moeten halen. En je ziet dat het gat naar hem niet eens extreem groot is. Ondanks dat hij natuurlijk wel in die snellere Mercedes rijdt, heeft hij dus zowel bij zijn pitstop het wisselen naar de voorvleugel veel tijd verloren, als dat hij nu op de mediums rijdt. En nu zie je eigenlijk heel snel, we trekken een gat naar Gasly en we zijn eigenlijk redelijk het gat aan dichten richting Bottas en Sainz. Dat gaat allemaal best wel rap, omdat ik gewoon, ja, het lijken wel ongeveer kwalificatierondjes die ik eruit kan persen. Als het dan vervolgens wachten is op de tweede pitstops, wie gaan als eerste? Nou, niet echt een verrassing, mijn teamgenoot gaat als eerste. Hij had natuurlijk een vroege stop gemaakt, omdat hij al snel zijn voorvleugel verloor. En gaat nu voor de soft medium-medium strategie. Dus uiteindelijk verliest hij maar 6 seconden door het verliezen van zijn voorvleugel. Heeft geen extra stop moeten maken, zoals bijvoorbeeld een Verstappen wel heeft moeten doen. Hij komt dan terecht achter Raikkonen, maar die gaat hij gelijk de eerste beste inhaalmogelijkheid al voorbij. En komt dus in vrije lucht en kan dus gewoon lekker gaan stampen. En heeft nu eigenlijk een best wel undercut te pakken ten opzichte van de rest van het veld. Waardoor dat Alonso niet eens heel slecht voor de dag komt. En eigenlijk in een prima positie zit qua hoe hij op de baan rijdt. Vrije lucht, vroege pitstop en de vraag is waar de rest dan ten opzichte van hem uit gaat komen. Als wij inmiddels het gat aan het dichten zijn richting Valtteri Bottas, is Lennon Norris de tweede die naar binnen gaat vanaf de leiding in de wedstrijd. Hij gaat voor die soft-soft-medium strategie, eigenlijk hetzelfde als wat ik doe dus, maar dan andersom. En achter hem komt ook Pierre Gasly binnen en Gasly gaat voor soft-medium-medium. Dus we hebben ook nog een bandenvoordeel ten opzichte van Gasly, want Gasly komt nu naar buiten op de mediums en ik weet dat ik nu natuurlijk naar buiten ga komen op de soft, zodra ik mijn tweede pitstop ga maken. Maar die gaat wel nog even duren. Norris komt in vrije lucht en kan dus ook volle bak gaan stampen. En Gasly heeft net dat beetje tijd dat hij natuurlijk heeft verloren door het wisselen van zijn voorvleugel. En komt nu terecht in een treintje van Stroll, Vettel en Tsunoda. En zit dus in verkeer. En dat is wat je zag bij mijn teamgenoot. Mijn teamgenoot had vrije lucht en kon dus gaan stampen en gaat nu aansluiten bij Gasly. Terwijl dat Gasly vastzit. Die kan wel sneller, maar ja, hij moet wel eerst iedereen inhalen en dat kost natuurlijk gewoon veel tijd. Als we hier zien dat Lewis Hamilton ook naar binnen gaat, natuurlijk voor hem is het interessant, waar komt hij terecht als ook Sainz naar binnen is? Is het de vraag, waar komt Hamilton terecht in die strijd om die wereldtitel? Hij moet hem winnen. Komt hij voor Lando Norris terecht of niet? Hij heeft hem natuurlijk geovercut en je ziet uiteindelijk heeft hij alleen maar meer tijd verloren en komt dus ruim achter Lando Norris terecht, wel op versere banden. En hij moet nu dus gaan jagen op de andere Brit, een Brits gevecht om de leiding in de wedstrijd en daarmee ook gewoon om de wereldtitel. Het zit er nog steeds in voor Lewis Hamilton om die wereldtitel te pakken als je ziet dat wij inmiddels tegelijk met Valtteri Bottas voor onze tweede pitstop naar binnen gaan. Maar onze eerste pitstop, toen timed ik hem echt precies, kwam ik precies met 80 km per uur de pitstraat binnengereden. Nu helaas met 60 en dat kost me gewoon best wel een paar tienden. Bottas, en dat had ik niet verwacht, met nog 8 ronden te gaan, gaan naar de mediums. En wij gaan naar een nieuw setje softs. En toen zat ik te denken, zou de kwalificatie hiermee te maken hebben? Dat Bottas gewoon geen nieuw setje softs meer had. En dus wel naar de mediums moest.
Want als je hem vanaf mijn auto bekijkt, kijk, 8 rondjes kun je prima rijden op een setje softs. Dat is ongeveer wel de max hoor. Dan gaan ze wel echt flink slijten en ga je tijd verliezen ten opzichte van de mediums. Veel tijd verliezen ten opzichte van de mediums. Maar hij gaat dus naar de mediums. En dat betekent dat ik de komende 8 ronden, zeker de eerste 6, echt een bandenvoordeel heb. Vanaf een rondje of 6, daar zal ongeveer het crossoverpunt zitten dat misschien de mediums wat beter worden dan de soft. Maar deze 6 rondjes kunnen we waarschijnlijk als een gek gaan inlopen op Bottas. En het gat is maar 2 seconden. Het was weliswaar 1,5 seconde voor de pitstop, zo gezegd. Ik verloor daar wat tijd. Maar we kunnen daar als een gek gaan inlopen op Bottas. En P4 is zomaar nog mogelijk. Als je ziet dat Pierre Gasly nog steeds vastzit in dat treintje van Stroll en Vettel. En hij doet hier dan een hele gewaagde aanval. Dit is in die allereerste chicane, bocht 5 en 6. Daar heb ik nog geen één inhaalactie gezien. Gasly probeert het hier ten opzichte van Vettel. Dan vervolgens krijg je hier die hairpin. Zit Vettel aan de binnenkant. Kan hij hem natuurlijk iets naar buiten laten lopen. Heeft hij een betere exit. Krijgt hij hier ook nog eens DRS volgens mij. Ze krijgen beide DRS. Maar komt hij hier wederom aan de binnenkant uit bij de tweede chicane. En zo weet Vettel de positie vast te houden. En zo zie je dat Gasly heel veel tijd verliest. In de achtergrond, wie sluit daarbij? Jawel, Fernando Alonso. Die kan nu gewoon aansluiten bij Gasly. Dat is net dat verschil van Gasly die dus geen vrije lucht had. En wij wel. En hem dus volle bak hebben geoverkut. En nu gewoon dik voor Gasly zitten. Belangrijk natuurlijk in de strijd om de positie in zowel het coureurs- als constructeurskampioenschap. Maar wederom, voor de tweede keer voor Gasly en misschien wel voor de 7e keer deze race verliest iemand zijn voorvleugel. Natuurlijk heb je 3 chicanen in de oude layout die we hier rijden in Abu Dhabi. Je hebt hem natuurlijk in sector 1, in sector 2 en in sector 3, die dubbele chicane zelfs. En je ziet gewoon superveel mensen die daar hun voorvleugel aan diggelen rijden. Als wij inmiddels paars gaan in sector 2, volle bak kunnen stampen op onze softbanden met nog 7 rondes te gaan, gaan we aan kunnen sluiten bij Valtteri Bottas. We zijn bijna 3 tot 4 tiende sneller per rondje. Ik weet wel, ik heb maar 5, 6 rondjes de tijd om die aanval uiteindelijk te plaatsen. Want vanaf dat moment, die laatste 2, 3 rondes, gaat Bottas weer sneller zijn dan dat ik ben. Omdat dan zijn mediumbanden minder versleten zijn dan mijn softs. Dus het moet nu snel gebeuren. We gaan paars en groen uiteindelijk in sector 3 en we rijden wederom de snelste raceronde. Ik zou daarin nog best wel eens bepalend kunnen zijn in het wereldkampioenschap. Snel, ik pak de snelste raceronde van Lewis Hamilton af. Dan kan hij geen wereldkampioen meer worden. Hij moet hem wel eerst nog weten te winnen natuurlijk, want hij rijdt op dit moment op P2 achter Lando Norris. Maar wij sluiten hier definitief aan bij Valtteri Bottas. En je weet, als je dadelijk in die DRS komt, dan kun je vervolgens je batterij gaan sparen. Want ik moet echt volle bak pushen. Ik moet veel gebruik maken van mijn batterij. Dat zie je hier nu ook, dat ik dat doe op dat rechte stuk. Dan remmen we aan voor die tweede chicane. DRS meetpunt zit hier. Uitkomen van deze bocht. Deze lijn is het DRS meetpunt. En je ziet het 0,9 seconden achterstand. We zitten binnen de seconde van Valtteri Bottas. Dat betekent DRS. Dat betekent dat we onze batterij kunnen gaan opladen. En met nog 5 ronden te gaan hebben we nu een volledig bandenvoordeel ten opzichte van de Finn. En dat betekent dat we een volgende ronde gewoon kunnen gaan aanvallen. Je hebt hier goede inhaalmogelijkheden in Abu Dhabi. Want we hebben natuurlijk gewoon dat lange rechte stuk. Dit is het punt waar Gasly net probeerde bij Vettel. Nou, dat is in mijn ogen geen inhaalmogelijkheid. Je hebt gewoon deze hairpin. Dat is wel een inhaalmogelijkheid. Vraag dat maar aan Max Verstappen. Maar dat is alleen in de nieuwe layout. En deze layout is dat wat minder. Maar uiteindelijk is het voor mij met name gewoon dit rechte stuk en aankomend rechte stuk waar je met DRS, slipstream en batterij draai ik aan de buitenkant van Bottas, duik ik terug naar de binnenkant met zieke overspeed, later kunnen remmen natuurlijk door zachte rubber, zet hem hier aan de binnenkant van Valtteri Bottas neer en hebben we nu P4 te pakken. En ik wist de komende 1-2 rondjes, hè, wat ik al zei, dat is het crossoverpunt, kan ik waarschijnlijk nog zelfs een gat gaan slaan ten opzichte van Bottas, die overigens ook nog zich verremde hier richting deze chicane, waardoor dat de inhaalactie misschien nogal wat makkelijker werd. Vroeg ik me af, kan ik richting Sainz gaan kruipen? Want Sainz zou mij ook nog wel eens kunnen helpen. Stel, ik kon in zijn DRS komen, dan kan ik daar ook mee verdedigen ten opzichte van Bottas. Want je ziet dat Bottas mij prima kan volgen. Hij heeft natuurlijk nu elke ronde die DRS. Elke keer wist hij in sector 3, waar hij echt wel beter was, aan te sluiten. In sector 1 bij te blijven. En in sector 2 had ik dan voldoende batterijen opgespaard. Want in sector 3 kun je toch niet inhalen. Dus daar kon ik dan gewoon goed sparen met mijn batterij. Om hem vervolgens op dit rechte stuk, ondanks de DRS, van me af te houden. En je merkte wel dat het onmogelijk was om Sainz nog in te halen. Want waar ik echt 4-5 seconden had goed gemaakt, omdat hij natuurlijk ook op de medium zit en ik op de soft.
ja, was het beste wel van mijn banden af en hield het hier wel op. Dan zien we hier overigens dat Max Verstappen voor de vierde keer volgens mij zijn voorvleugel wisselt. Zijn vijfde pitstop. Die man gaat gewoon één na laatste of laatste worden. Gaat geen punten halen, maar gaat wel wereldkampioen worden. Want Lewis Hamilton op P2 krijgt het niet meer dichtgereden ten opzichte van Lando Norris. Net zoals ik het niet meer dichtgereden ten opzichte van Carlos Sainz. Mijn banden zijn wel echt naar de tering. Je ziet hier ook, ik mis gewoon grip. Ik mis daardoor mijn rempunt. Ga even buiten de baan. Gelukkig geen tracklimit daar. Maar ja, ik had er ook eigenlijk alleen maar nadeel van in plaats van voordeel. Als je nog even ziet. Nou, waar hebben we dit eerder gezien? In Abu Dhabi nog in de allerlaatste ronde of één van de laatste rondes. Een gele vlag. En dan hoop je toch van safety car. Er kan nog van alles gebeuren. Maar er gebeurt niks. Het is natuurlijk echt nu echt de laatste ronde. Dus er is, de safety car zou niet meer uitmaken. Dan finishen we hem onder de safety car. Tenzij Michael Masi, oh no Mikey, no. Dat was letterlijk op dit punt, die boordradio. Nou, wat geweldig. Ik vind het zo leuk om dit soort dingen, wat een nostalgisch gevoel. Terwijl het pas een half jaar geleden is. We weten Bottas achter ons te houden. Daar ging het uiteindelijk in ieder geval om. We kunnen Sainz niet meer aanvallen. Maar we eindigen de laatste race gewoon op P4. En wat ik ook wel even heel belangrijk vind om te zeggen, Fernando Alonso, ondanks zijn schade aan zijn voorvleugel aan het begin van de race, eindigt gewoon in P6. Natuurlijk komt dat omdat Max Verstappen 5 voorvleugels heeft gebruikt deze race. Dat zou trouwens in het echt niet eens kunnen, want zoveel voorvleugels hebben ze volgens mij niet eens bij. Maar goed, op de game kan het kennelijk wel. Ook Gasly, 2 voorvleugels kapot gereden, dus ook 3 voorvleugels gebruikt. Bottas natuurlijk ook een kapotte voorvleugel gehad, dat moeten we ook niet vergeten, anders hadden we niet voor hem kunnen finishen. Uiteindelijk een goede strategie gereden met medium soft soft. Maar de wereldkampioen heet net zoals in het echt Max Verstappen. Hij wint ons eerste seizoen van de My Career serie hier op F1 2021. Lando Norris wint de Grand Prix. Waardoor dus Lewis Hamilton tweede werd en dus de wereldtitel niet kon pakken. En wij finishen uiteindelijk als 4e. Alonso als 6e. Tsunoda als 7e. Dus pak nog wel een aardig wat punten voor AlphaTauri. Maar onze grote vriend Pierre Gasly door 2 keer een kapotte voorvleugel en dus 3 pitstops eindigt hij als 13e. Geen punten. En dat betekent dus voor ons dat wij in die laatste race eigenlijk nog alles bewerkstelligen wat we wilden bewerkstelligen. Mede door het goede resultaat van Alonso gaan we eroverheen in het constructeurskampioenschap. En ook in het coureurskampioenschap pakken we Pierre Gasly. Check even de pitstops van Daniel Ricciardo. Die heeft echt 6 voorvleugels versleten of zo. Ook Max Verstappen natuurlijk 5 voorvleugels versleten. Maar ik zag dit ook. Ik wist niet. Kijk, van Verstappen wist ik het. Want daar had ik gezien dat hij hem 2 keer kapot reed. Dat het er uiteindelijk 4 waren, wist ik ook niet. En dat hij dus in totaal 5 voorvleugels heeft gebruikt. Dat wist ik allemaal niet. Maar ik zag dit ook, die pitstops. Ik dacht, what the fuck? Dit heb ik nog nooit gezien. Als je ziet dat wij dus AlphaTauri voorbij gaan en dus Pierre Gasly voorbij gaan. Een prachtig eerste seizoen van onze My Career serie. Een mooi einde ook voor Fernando Alonso, die heel goed is geweest als teamgenoot in ons tweede seizoen. We krijgen flink wat geld en komen op ruim 13 miljoen. En ik wil jullie vragen, een tweede seizoen, moet ik het maken? We hebben natuurlijk nog een half jaar tot aan de volgende game uitkomt. Dus ik denk dat we dat gewoon gaan doen. Een nieuw seizoen, my team. Maar wie moet ik dan als teamgenoot nemen? Laat het even weten in de comments. We hebben zoveel geld dat we bijna iedereen kunnen pakken. Volgens mij behalve Verstappen en Hamilton, denk ik. Dat is nog te duur. Maar tegelijk met de start van het echte nieuwe seizoen van de Formule 1 natuurlijk. Binnenkort is dat. Ga ik ook starten met een tweede seizoen van mijn My Team serie. En dan gaan wij vechten om een wereldtitel. Het is natuurlijk ongekend spannend met Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull en inmiddels ook wij. 5 teams die kunnen gaan strijden om die wereldtitel. Ik hoop jullie dan weer allemaal te zien. Tot de volgende video. Vergeet je niet te abonneren om op de hoogte te blijven wanneer deze video komt. En tot de volgende keer. Later mensen.